volgens mij iedereen heeft hier opgehaald. En als je hier zo opgaat, is het echt heel gevaarlijk, want je hebt ja, twee pionnen voor het door, oké. Twee pionnen zijn natuurlijk veel minder waard. Maar hier gaat alles hangen. Even de witte velden zijn zwart. In combinatie met de dame en de toren. En zwart kan nooit met zijn koning weglopen, omdat de pion toch ook alles stevig hangt. Dus, paard. D-E-5. Blokkeert de lijn. En hier zo ging Ivo ja, echt slechte zetten doen, waardoor ik heel makkelijk gewoon een ontwikkeling af kon maken en won. D-7 was echt dan de enige zet die hem tot wat spel zal geven. Als ik met de loper terugsla, slaat hij op B7. Want het weer ja, wel spannend. En als ik met de paard versla, dame D6 komt. De dame. In de stelling heb ik nog toren E3. Hier zo dacht ik van ja, ik sta hier toch nog wel op, zodat het beter. Ik ga gewoon koning F7. De toren kan ook om bijvoorbeeld via H4 naar D4 toe de dame wegjagen. Dus dat moet heel goed voor mijn zang, dat is het ook. Maar het was nog wel ja, zijn enige kans om ja, iets te proberen. Hij speelde dame F2. Korte rokade, dame E1, met de dreiging D7, naar paard maal, hangt E6, en naar lopen maal, hangt dus weer B7. De dreiging had ik al gevonden, dus ik speel toren D8. En nu D7 sla ik met de toren. Tegelijkertijd vallen we nog een keer aan. Dus het, ja, dat is gewoon een hele goede zet. Speelt dame F2. Een beetje heen en weer gaan, terwijl ik weer een stuk heel goed zet, dus die moet voor mij heel goed zijn. Ja. Gewoon zoals altijd in het op de pion. Moet je gewoon heel veel ja, pionnen pakken en dan hopen dat je daar voor overleeft. Maar in dit geval overleef je die wel, dus het is nu gewoon het moment van even inpakken. Ja. Dame B6. Hij probeert nog ergens. Iets actiefs te worden ofzo. Voor de zekerheid paard F7 alle velden dekken die aanvallen. Ja, dat is gewoon een groot feest. Nou, als speelde dacht ik hier toren D1. Even kijken. De toren kwam wel naar D1. De toren was een keer naar de 1 gegaan. Ik zal iets toch nog wat duidelijk, ik weet waar die is. Even kijken. De toren D8 staat zo. De toren D1 gegaan. Toen sloeg ik hier. Toen kwam dus dame B6. Toen speelde ik dus paard F7 om alles te dekken. Toen kwam dame C7. En hier ze maakte hij een grote ja, paperfout volgens mij. Even kijken. Ik sloeg hem hier zo. Ja, dat gaat het hier doen. Ja, ik wil even iets, want in deze stemming was ik aan het. In ieder geval deze stem was ik dus toen aan zet. Ik weet het niet, volgens mij is hij een keer vaak met zijn toren heen en weer gegaan ofzo. Maar in ieder geval na paard T4 is de stem gewoon uit. Ja, de enige zet was de toren C5, maar wel heel. Die mag niet direct staan dan, de toren naar de 4? Nee, moet de dames staan gewoon. Nou, maar hij werd gebeurd in de partij. En dan heb je E5 en dan hangt staat alles heel goed. Deze hangt sowieso bijna. En dan heb je gewoon pionnen meer, want het is drie stukken nog steeds. Maar wat is in de partij gebeurd, is dus wat de kamer zijn. Er werd, aha, slag. Ja, nee, dat klopt zo. Het werd niet geslagen, maar hier werd geslagen. En we slaan.
D7. Maar hij had een zet lopen D7 gemist. Ik ook, maar ja, ik had gewoon nog wel een beetje aan het geluk dat mijn stand gewoon al zo goed was. Ja, stand stond ik dan dat ik gewoon alles kon verdedigen. Tot een 5 minuten het eigen toren had. Ik speelde toren, zeg. Ja, ik speelde nog even verder.